Ja. Het is niet alleen maar weekend, het is... Het is Valentijn! Ja. Valentijnsdag. Het is ongeveer 11 uur, we hebben net Sjors uitgelaten en we gaan nog ontbijten. Ik heb iets voor je. En ik ruik verbrande lucht. Nee, dat kan niet. Ja, echt? Niet waar. Beetje verbrand. Nee, kom nou. Ik heb ook iets kleins voor jou. Wat is het? Het is toch helemaal geen kerst? Nee, ik had geen ander bakpapier. Doe je ogen dicht? Oh, nou ik moet de trap af. Dus nou, en doe maar dicht. Kom even, ballon. Ik laat eerst de mensen zien. Een nieuwe auto? Ja, een nieuwe auto. Staat klaar. Een rode. Een rode mini. Dit is zo lang. Ja, oké. 1, 2. Open! Een beetje. Oh, met die dingetjes. Oh, wat cool. Oh, dat is lief. En je hebt een mooie kaart. Ja. Dat is ook cool. Cool. Poes. Happy Valentijn! Oh, die kijkt zo lief. Je kijkt er ook zo lief bij. Oh, het ziet heel gezellig uit, schatje. Ja. Nee, nee. Je mag wel een envelop hebben. Check. To my lovely wife. Wife! Hij was zo fout, die kaart, dat ik hem al lachen vond. Nou, we hebben net lekker ontbeten en ik heb me intussen even opgemaakt. En we hebben gisteren een nieuw lippotlood gekocht van Catrice of van Essence, ik weet het niet, maar hij is wel mooi. Dus we gaan straks een filmpje opnemen voor aankomende dinsdag. Of die hebben jullie dus al gezien als dit online staat. Want we hebben een pakketje binnengekregen van Come Get Fashion, toch? Ja. Ja, Come Get Fashion. We hebben een doosje gekregen met wat... Haalkleren.nl. Kom, haalkleren.nl. Is het .nl? Denk ik. Nou ja. Nou, we zijn inmiddels dicht bij een treinrails gedoe. En daar is een gedeelte met helemaal vol met graffiti. En het ziet heel erg cool uit. Dit lijkt wel een soort van klimwand trouwens. En hier gaan we eens in ieder geval een stukje filmen. Nou, ik zal het zo even laten zien. En we zijn er. En het is hier echt zo'n bende gewoon. Toch? Het is echt zo vies. Overal ligt meuk en... Maar ja, het is wel een leuke plek om te filmen. En ik weet niet, volgens mij wordt er echt nog steeds heel veel graffiti hier, toch? Dat is goed, is wel. Want er zijn elke keer nieuwe tekeningen als we hier komen. Het zijn er al een paar keer geweest. En het is elke keer anders. Maar het is nu wel heel erg nat trouwens. Is er iets? Ja, er is iets. Wat dan? Mensen. Ja, echt? Maar het is altijd heel eng, hè? Het is een beetje eng als hier mensen zijn. Want je weet nooit wat voor mensen het zijn. En ik hoor echt veel lawaai. Ik denk op de trap of zo, hè? Zit daar, daar achter zit een trap. En daar horen we allemaal lawaai. Dus. Maar goed, we gaan nu filmen en we zien wel hoe het wordt. Ja, we zitten weer in de auto. En het is een beetje koud. Het is echt kut weer met dit weer filmen en alles. En maar als je dan ook nog een shirt moet filmen met korte mouwen. Ik kijk niet zo blij. Je vond het helemaal niet leuk. Ja. Ja. So smile. Smile. I'm so happy. Ja. Kleren tomtom. Nou, anyway. We gaan nu richting Maarsen. Of zoiets? Nee, het was wel in Utrecht. Ja, Maarsen. Nee, het was in Utrecht. Utrecht. Fuck it. Maar, en het is een van de... wacht even, metaal was het? Het is metaal, maar het is geen metaalfabriek. Wacht even. Het heet de metaalkathedraal. Daar gaan we nu heen. En dan moet je de prijs geven. Oh, dat mag ik niet vertellen. We gaan nu ergens. We gaan naar een hele coole locatie in Utrecht. We vertellen niet welke locatie. Dat is jullie geheim houden. En maar ja, het begint al een beetje schemerig te worden. Dus ik weet niet of we überhaupt nog kunnen filmen daar. Maar goed, we hebben in ieder geval één ding gefilmd. We hebben gewoon één item gefilmd. Yes! Je krijgt wel gewoon waar voor je geld als je ons iets geeft. Zeker. We gaan gewoon een heel weekend fucking filmen. We gaan nu een stukje rijden. En dan hopelijk hebben we dan een andere leuke locatie. En anders dan... En ik dacht ook nog, jij kan misschien over de snelweg wandelen. Sorry? Dat is wel heel mooi. Ja. Ik ga rijden, het is goed. Ja, we zijn er. Maar het lijkt alsof het helemaal afgezet is. Dat hebben wij weer, hè? Ja. Nee, dit is het niet. De volgende. Nee, nou. Dit is ook leuk. Wow, is dat wel heel mooi. Kijk hier, het is echt helemaal afgezet, joh. Nee, dat zijn aan het renoveren. Kijk, met... ja. Kon je dat niet? Dat is wel echt jammer. Nee. Gaat deze wel links in, ja. Als je er ooit nog uitkomt. Ja.
Jezus. Begraafplaats. Voor maar 19,95 all in. Oké. Okay. Kijk, ze die poster. Waarom zit die vrouw daar met dat hoofd in? Oh, die poster is wel heel bijzonder. Ja. Heel apart. Het was wel een leuke locatie, dus. Goed opletten, hè? Goed opletten? En we zijn in het bos. We zijn in... Waar is het? Maarsveensplassen, toch? Maarsveensplassen. Ja. We zijn in Maarsveensplassen. En vroeger? Vroeger. Toen ik nog niet als dierenassistent werkte. Toen paste ik hier op twee hondjes. Ja, van iemand. Van een meneer. Baan. Het was net naar mij toe verhuisd. En toen... Toen hadden we een hele coole... Hadden we een advertentie of zo gevonden. Volgens mij via een marktplaats of zo. Ja. Voor iemand die... zodat ik een beetje bij kon verdienen. Ja. En toen iets van één keer in de week of zo, toch? De hele dag. Wat ik wil zeggen, is dat ik dus altijd met die twee honden hier rond de plas ging lopen. Ja. En één keer vermoorde die hond een zwaan. Ja, heel erg. En het was zo naar. Ja. Ja. En dan elke keer. Ja. Het is heel mooi nu met de zon die ondergaat. Dat is heel cool. Hebben ze ook wel een probleem, want dan wordt het donker. Wat ben jij nou aan het doen? Oh, Joyce gaat even een selfie maken. Even een selfie maken in het mooie landschap. Dat is een beetje jammer, schat. Het is de bedoeling dat je hier een soort van yoga, puur natuur... dat ziet er veel echter uit. Ja, goed zo. Ja, zo, ja. Dus blijf stilstaan. Hebben we even een leuke thumbnail. Ja, goed zo, ja. Ja, dank u. Joy, zou je wat zeggen? Ik heb het perfecte huis gevonden. Ja, niet voor mij hoor, maar goed. Nee? Nee. Hij zegt zo, het is echt zo mooi. Kijk jongens, kijk nou. Hoe cool is dat huis daar? Het is gewoon wel leuk, maar aan het water, gewoon met een boerderij of zo. Aan het water en al die mooie ramen zo. Het is vet licht in dat huis waarschijnlijk. Het is ideaal om te filmen. Het is echt zo'n mooi huis. En dan woon je hier zo aan die plas. Ja, oké, dat is leuk. Hoe cool is dat? Ja, dat is leuk. Toch? Ja. En we zitten in een restaurant. Lekker wat te eten. We hebben hetzelfde. We hebben allebei tagliatelle. Je hebt een keer niet de zalm genomen. Ja. Ja. En je hebt het koud. En jij trakteert. Oh ja? Ja toch? Oké. En we zijn weer thuis. We zijn thuis, we hebben lekker gegeten. Ja. Het was een beetje koud alleen. Het was best koud uit. Joyce zat dicht bij de deur. En ik weet niet, ging de mensen in en uit. Ja. Maar goed, het was wel lekker. Het was lekker. Nee, en gezellig. Dus. Ik heb mijn gezicht gewassen. Ja? Oh, dat zou ik niet doen. Je ziet er wel uit als een beer. Ja? Maar goed, we gaan lekker op tijd naar bed. Ja, op tijd is trouwens al 11 uur. Oh, echt al? Ja. Toen we daar zaten was het 9:30 en toen zeiden we, nou gaan we naar huis en dan gaan we op tijd naar bed. Ja, helaas. Het mislukt altijd. En, maar we gaan nog heel eventjes filmbeelden terugkijken van vandaag, zodat we weten of het goed is. En dan gaan we naar bed. Ja. En George ook. Sjoerdjeman, wat ben je aan het doen? Heb je de wc-rol gekapt? Goedemorgen, het is zondagochtend en wij zijn wakker. Al best wel lang eigenlijk. En waarom doe je zo raar? Weet niet. Oké. Ik voel me zo Inspector Gadget. Oh, door je jas. Wat ga je inspecteren? Dat weet ik nog niet. Oké. We gaan een dagje door Nederland rijden. We weten eigenlijk nog niet heen waar we heen gaan. We weten alleen dat we eindigen op het strand. Omdat we uit gaan filmen en omdat we dachten dat het leuk voor George. En verder weten we het eigenlijk nog niet, toch? Nee. Dus, dat ga je niet beleven. Zoveel mogelijk plekken. Niet zoveel mogelijk. Gewoon zo leuke mogelijke plekken om te filmen. Ja. En gewoon om te zijn. Om te zijn. Ik wil gewoon zijn. Ik wil zijn, ja. Ik ben dus ik zijn. Dus ik wij ben, zijn. Wij zijn. Ik ben dus wij zijn. Ja, tot zo. We zijn inmiddels in Vianen. Waar we waren net even ergens. Ik weet niet eens meer waar we gefilmd hebben dan. Nou ja, anyway, we waren van een mooi kasteel. En dat was heel leuk. En we zijn nu eventjes hier bij de plas. Want we gaan eerst even met Joyce wandelen. Joyce, gaan we wandelen? Ga even met Joyce wandelen. George en ik gaan even met Joyce wandelen. En dan gaan we door, ik denk richting Wassenaar. Toch? Maar we gaan eerst dan even ergens lunchen of zo. Dus dat zijn we aan het doen. En het is heel erg mooi weer trouwens. Ja, de zon. Ik heb gewoon voor het eerst een zonnebril weer op. Het is wel fris. De zon schijnt wel lekker, maar het is wel echt mooi. Niet zeiken. Okay. We hebben net even een stukje gefilmd onder de brug in Vianen. Dat zag er heel vet uit. Maar wat nog vetter was, was dat er gewoon een stuk of drie mannen daar aan het motocrossen waren over de heuvels. Dus dat is wel een heel cool beeld geworden volgens mij. En waar gaan we naartoe? Ja. Volgens mij gaan we nu richting het strand. En, ja. Naar Wassenaar, toch? Ja. The traffic jams. The traffic jam. When you're already late.
And it's smoking on your cigarette break. We zijn op het strand in Wassenaar en Josje is aan het omkleden. En de camera is aan het klaar en Josje is lekker aan het rondwandelen en het waait hier flink. Gaat dat, Jo? Het is koud. Ja, het is wel een beetje koud, hè? Vooral voor jouw blote pootjes met je blote schoentjes. Maar het is wel nog steeds echt heel mooi zonnig. Dus. En we zijn naar boven geklommen. Kijk achter me. En we zijn weer thuis. Dat was mijn dag. Ja, het is een beetje heftig. En ik bevroor ongeveer. Ja, jij ook. Toch? Ja. Voornamelijk dus. Je handen. Die gaan altijd zo zeer doen. Ja. Dus. We gaan nu nog lekker even ergens eten. Nog een keer. Het lijkt alsof we echt altijd uit eten gaan. Maar dat is dus niet zo. Nee. Maar het is wel zo. Want eerder zag ik wel eens bij YouTubers dat ze heel veel... vieste lens. Ja, ga verder. Dat ze heel veel uit eten gingen. En dan dacht ik, wow, het gaat veel eten. Maar nu snap ik waarom. Want we zijn de laatste tijd best druk. Ik doe even zo. Ja. Ja, dus we zijn de laatste tijd best druk. En zo druk zelfs dat we heel vaak niet eens tijd hebben om boodschappen te doen. Nee. Zoals nu weer, net zoals vorige keer. Ja, dus we hebben gewoon geen eten in huis. En dan nou weer. Ja. Dus nou ja, we gaan met een vriendin wat drinken en wat eten. Dus dat is nog even een gezellige afsluiter van het weekend. Dus. En we hebben ons eten gekregen, maar je ziet er echt geen bal van. Het is een beetje donker. Zo'n goede camera hebben we. We hebben trouwens een nieuwe camera bedacht, hè? Ja. Maar dat zeggen we nog niet. Oh nee, dat zeggen we nog niet. Nou, we hebben net lekker gegeten en we gaan nu slapen. En dat betekent dat onze vlog alweer voorbij is. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Weekend. Ja. En geef ons video een duimpje als je hem leuk vond.